Als ik zo nu kijk, dan zie ik verdacht weinig vogels hè, met dit weer. Ja. Maar jij ziet er alweer een. Zie je dat? Waar zie je die me zo snel? Nou, daar in de boom. Misschien. Ja, noemen ze dit. Een votje? Een vogel op een tak. Oh, een votje. Dus... Als jij dat nu in kaart brengt, ga je dan inderdaad. Dan begint het met een foto? Nou, ik teken niet de foto na. Maar ik maak wel allerlei voorstudies met de camera. Zodat je natuurlijk al die posities van die. Goed kent. En nu beperk je voor dit project tot binnen de Westen, toch? Ja, de boer waar maar jij gaat, ja. Jij gaat ook heel vaak naar de omgeving van Sint-Laurens? Ja, overal kom ik ook eigenlijk. Allemaal aan de randen van de stad, dus ook bijvoorbeeld de Kleine Hoge, dat soort gebieden. Ja. En daar zitten echt veel watervogels. Ja, allemaal watervogels. Oh, en die komen nu hier overwinteren, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Ja, dan ga ik helemaal los met de wintertaling bijvoorbeeld. dat is toch leuk, dat je denkt van... heel veel mensen zouden zeggen, wintertaling, hoe ziet dat eruit? Nou beperk ik me tot vogels in de stad, maar ik denk dat heel veel mensen ook helemaal niet weten hoe een puttertje er bijvoorbeeld uitziet. Nou ja, ik eerlijk gezegd ook niet. Ik ga daar niet bij alles vragen van wat is dat voor hem, maar ik ken de naam wel. Maar volgend jaar weet je ze allemaal nog. Ik heb wel een mannetjesputtertje. Mannenputter. Mannetjesputter. Mannetjesputter. Jij bent nu heel veel bezig met vogels, maar even heel kort. Wie ben jij? Waar kom je vandaan en wat doe je hier? Wat doe ik hier? Ja, ik kom uit Delft. En ik heb de opleiding PABO eerst gedaan voor de klas te gaan. Eigenlijk ook eerlijk, moet ik eerlijk zeggen, toen ik ermee begon dacht ik, oeh, lekker veel vakantie. Kan ik lekker veel op reis. Dus nooit echt met de passie, maar uiteindelijk was het wel geworden als je dan met die kinderen bezig bent. Maar wel heel erg naar de kunst opgeschoven. En toen ben ik naar Groningen gegaan, naar de kunstacademie. Maar dat was vanaf hier, dus dat was een heen en weer gereis. Maar toen waren er bijna nooit leraren daar. Dus, en toen de leraren die er waren, die gaven ook les in Leeuwarden, de leraaropleiding. Dus toen ben ik daarheen gegaan. Heel mooi eigenlijk was dat. Hele mooie tijd. Leeuwards. Ja, 3 jaar lang heen en weer gereis. Ja, dan heb je er wel wat voor over, denk ik. Ja. Ja, en nu ben ik ook best wel een moeilijke weg gegaan met vogels en kunst. Volgens mij is dat, heb ik ontdekt de meest moeilijke... combinatie voor het publiek. Ja, maar is dat wat? Ik vind het echt prachtige beelden. Of je nou die fijne tekeningen doet, of een beetje het grovere wat je bij je... Ja, je maakt een soort dagboeken. Kan je er eens eentje laten zien? Ja, ik kan er wel één laten zien, maar ik weet niet wat hier staat. Dus ik moet Persoonlijk is, ja. Ja, maar dat doe je dus heel veel. Jij gebruikt het echt als illustratie. En dat zijn echt meer een soort schetsen. Ja, precies. Maar het ziet er wel heel mooi uit. Het is heel minimalistisch, hè? De achtergrond valt een soort weg. En ik probeer eigenlijk niet te bewerken, dus ik moet echt op momenten gaan dat het windstil is. Ja. Dan heb je echt zo'n heel mooi spiegel glad water. Maar hier heb je toch wel de achtergrond weg? Niets, nee? Helemaal niets. Nee. Ik ga dan een beetje zo'n weer als nu vandaag en dan is het spiegel glad. En als je die dan een beetje naar voren hebt, die vogel, op zo'n, ja, dan zit er niks op de achtergrond. Ik zoek er ook echt naar. Ja, precies. Maar dan heb je ook wel een bepaald soort instellingen met belichting of een lange sluitertijd. Ja, echt overbelichten. Dat doe ik wel. Ja. En wat je me nu vorige keer vertelde, dat vond ik heel interessant, is dat je behalve kunst rondom vogels ook een project gaat doen rondom vogels. Klopt. En dat doe je in opdracht van de gemeente? Nee, of niet in opdracht. Ik had een plan. Want ik ben altijd wel een beetje maatschappijkritisch, noem ik het altijd maar. Dan zie ik daar zo'n winkelcentrum. Dat is natuurlijk heel leuk, want dat moet toch ook zijn. Maar dan zie ik iedereen met 2 tassen lopen in zo'n winkelstraat. En dan denk ik, kijk nou ook eens omhoog, want er vliegt van alles in de stad. En mensen maken natuurlijk hele mooie reizen naar vogelgebieden. Maar als je dat hier bekijkt, zit er zoveel. En het vind ik gewoon echt een soort, ja, bijna een passie om de mensen aan de hand te nemen van, kijk eens wat hier ook allemaal is. Maar die vraag die kwam alleen maar op toen ik hier naartoe liep. Ik bereid nooit dingen voor, maar daar ben ik toch heel nieuwsgierig naar. Van hoeveel verschillende vogels vliegen er nou binnen de Westen van Middelburg? Want we hebben de roofvogel in de Lange Jan. Ja. En we hebben natuurlijk de meeuwen waar iedereen nogal moe van wordt. Nou, ik ben nu al bij de 31. Echt waar, ja? Ja, dus wat dat betreft... En wat is dan de minst voor de hand liggende die wij allemaal niet zo goed kennen? Noem natuurlijk een beetje dergelijke zo een uit je hoofd. Nou, wat zal ik zeggen? Nou, de grote bonte specht. Dat is best wel bijzonder. Daar is het project ook mee begonnen. Want ik ben al heel lang bezig dat ik denk van hoe zal ik het nou in het vat gieten? Ik wil namelijk al heel lang een prentenboek maken of een graphic novel. Ja, dat is een mooi woord tegenwoordig voor prentenboek of stripboek. Ja. Klinkt wel goed toch? Ja, precies. Ja. Dus en elke keer, ja, weet je, dan heb je van het uitstelgedrag. Nou, dat herkent ook waarschijnlijk wel iedereen.
En nou, 's morgens lag ik in mijn bed en toen hoorde ik echt een specht kloppen. Dus ik snel eruit. En hier in de Zuidsingel? Ja, hier zat hij tegenover die plataan. Oké. Dus ik ga mijn camera halen. Ik denk, nou, die gaat niet op mij wachten, maar dat deed hij wel. Dus toen dacht ik, nou, volgens mij is het een soort roep van nu moet je wel een keer gaan beginnen. Vind ik wel leuk eigenlijk om het zo te zien. Nou, toen heb ik het plan achter elkaar opgeschreven, want dat zat toch al in een stuk in mijn hoofd. Naar de gemeente toegestuurd van, goh, kan ik hier subsidie voor krijgen bijvoorbeeld? Omdat, want ja, ik heb mijn baan opgezegd omdat ik me helemaal op wilde storten. Dus ik denk, probeer het gewoon. Nou, en toen werd ik opgebeld van, ja, dat kan zeker, want we vinden het een leuk plan. Dit is eigenlijk de kant. Het wordt een soort Leporello, zoals ze dat noemen. Vogels in de stad heet het? Ja, Vogels in de stad. Dus ik ben nu bij de Meerkoet en ik ben pas bij de Kou. En hoe kan je nou zeker weten dat je ze allemaal hebt gehad? Want het mooie van vogels is dat ik altijd denk aan over de muren. Of het kleine kerst. Die vliegen gewoon daar waar het brood ligt. Of, dat is het mooie er ook van. Daar is het ook mee begonnen. Echt die vrijheid en vooral de echtheid ervan. He? Maar dat is toch heel lastig dan? Want kijk, ik denk dat daar waar bossen zijn en hier het molenwaterpark of het bolwerk. En daar zitten er ongetwijfeld een stuk meer dan op de markt. En daar zitten vooral de duiven en de meeuwen soms, als er wat te eten ligt. Maar er zitten ongetwijfeld ook dieren die bovenop kerkgebouwen zitten en niet zo graag naar beneden komen. Nou ja, er zitten, als je gaat praten met mensen, er zijn er zoveel vogelliefhebbers. En het is heel leuk, want laatst was ik bij Jan de Heer, ik weet niet of je die kent. Goed, maar die is echt heel erg goed op vogelgebied. Dus die heeft een tuin, dus dan ga je praten. Nou, die had zo al 10 vogelsoorten. En laatst zat ik in een café en iemand had mij gezien op Wij zijn de Stad. Dus ik ging over vogels praten, was hartstikke leuk. En die begon een heel verhaal over dat ze een kou in de tuin hadden met een witte vleugel. En of ik een keer kwam fotograferen. Dus dat is natuurlijk ook leuk om mee te nemen. Een kou met een witte vleugel, dat is wel heel bijzonder. Ja, dus als je ook weer met mensen praat, dan komt er van alles los. Je krijgt zoveel informatie en dat vind ik dan ook weer leuk. Hè? Dus ik weet helemaal niet waar deze weg naartoe gaat. Maar komt zo'n kou met een witte vleugel, want dan ga jij op een gegeven moment dan in de tuin zitten bij hun om die vast te leggen. Maar komt zo'n vogel ook altijd terug? Een kou komt wel vaak terug. Oké, want die zijn heel erg gezinnig. Ja. En ze zijn heel trouw. Ja. Maar er zijn ook vogels die misschien schuit dan alles en kom je maar één keer. Of niet? Nou ja, zij zeggen dat ze hem al een tijd hebben. Het was ook een heel mooi verhaal. Mijn vader was overleden en toen verscheen die kou. Oh, echt waar. Dus dat heeft zij dan natuurlijk ook een mooie dat zijn hele mooie verhalen om op te tekenen ook natuurlijk. Ja. Dus ik ben ook erg benieuwd waar dit project helemaal naartoe gaat. Ik heb natuurlijk een plan, maar het is ook leuk om dat plan niet helemaal zo vast te houden, maar te kijken wat je onderweg tegenkomt.